Hey, kom maar eens uit. Hé, hey. Ik heb werk voor je. Hey, ga mee. Ik heb een karwei bij een aannemer. Je zult wel met de motor gaan. Het is al laat. Ja, dat is goed. Hij heeft weer de hele nacht in zijn boeken zitten lezen. Hier, ik moet je eens bekijken. Hoger leven. Ik zeg wel eens, als het zo doorgaat, dan knapt er nog eens wat in zijn hoofd. Ziel. De weg naar feestelijke harmonie, waar jij je tegenwoordig mee bezig houdt. Hoger leven. Wie niet een boek wat hoger loon heeft? 33 jaar was ik toen het allemaal gebeurde. Ik woonde nog alleen met mijn moeder. Jan Hut was mijn beste vriend. Hij was ook zonder vrouw. We trokken veel samen op en hadden veel gemeen. Hé! Hey! Kijk uit, achter je. Ze werken niet. De mensen noemden ons wel anarchist vanwege onze ongebonden levensstijl en het afwijzen van deze onrechtvaardige maatschappij. Waar is die uit buiten? Kijk maar uit, achter je. Zo, hey, Wiekstra, onze vrijgevochten kameraad. Je kan meteen aan de slag, man. Ik wil het eerst wel even zien. Nou, je ziet het. Beetje reparatiewerk. Alleen ik kan je niet hetzelfde betalen als de vorige keer. Je kent mijn prijs dus. Weet ik. Maar dit is toch werk voor een blind paard? Nou, dan neem je toch een blind paard. Voor die prijs kan ik 2 voegers krijgen. Dat moet je dan maar doen. Ga vooruit. Doe er een tientje bij. Wiekstra! Hé, hey, Wiekstra! Het is goed. Zo mag ik het horen. Het is dat ik geen ander kan krijgen. Ja, die krijgt het toch altijd maar weer voor elkaar, hè, die Wiekstra. Tja, mijn vriend is het ook niet. Maar het is de beste voegel die er is. Ik zie de hele geschiedenis als een web van omstandigheden. Een doolhof waaruit ik mij probeerde te bevrijden. Maar alles heeft een oorzaak. En elke oorzaak is weer een gevolg van een oorzaak. Waar is het begin en waar het einde? Nou, het als maar net zo voor elkaar. Ja, wist. Ja, ze zijn weer aan de gang. Ja. Die kerels worden ook met de dag brutaler. Nou, als het aan mij lag, dat weet u ook wel, Talsma. Toen was hij al veel eerder, veel strenger opgetreden. Maar ja, nou, goedemiddag. Goedemiddag. Vrijheid. Met welke hartstocht heb ik dat nagejaagd?
En waartoe heeft dit alles geleid? Had het allemaal anders kunnen gaan of lag mijn lot reeds in de sterren bezegeld? Ik ben geboren onder het teken van het beest, de schorpioen, waarvan staat beschreven dat niemand tegen hem kan krijg voeren. Dat hij altijd op zijn hoede is en dat hij zijn wapen altijd in de aanslag draagt. Is mijn leven door dit teken bepaald? Wie kent het antwoord op het raadsel van noodlot en vrijheid? Wat voor ding bedoel je? Grammofoon. Met wel 30 platen. Je moet er een avondje langskomen, hè? Maar we hebben er een mooie avond van. Wat voor platen heb je? Van alles, hè. Willy Derby. Noem maar op, hè. Operette dingen. Worden daar bij die familie Botter. Ga je niet mee? Nee, ordinaire ruzies. In een nette dansgelegenheid. Vriend. Ja, zeker niet, dames. Hoog in het publiek. Dans gaan we u presenteren. Het beroemde lied van de Amsterdamse chanteur Louis David. Louis David. Had je niet die mooie blauwe ogen? Nee. De begeleiding is in de handen van onze eminente accompagneurs Ey Wiekstra, Jan Hut. Had je niet die mooie blauwe ogen? Had je niet het ravenzwarte haar? Dan was ik er nimmer voor mij. Was er nimmer voor mijn rust gevaar. Maar als jij mij aankijkt met die kijker, is het alsof ik in het diepe glijd. Dan vergeet ik alles, de zonden en de fouten. En alles is weer voor. Nee, niks. Dan speelt hij mooi. Daar gaat hij, Polonaise. Nee, het is een doodlopende weg.
Ach, als ik erop terugzie hoe wij waren, mijn vrienden en ik. Hoe wij ons boven de domheid van het volk verheven waanden. Niemand kon ons de wet voorschrijven. Geen God, geen meester. Wij riepen natuurlijk veel ergernis op bij de bevolking en haar gezagsdragers. Om de afwijkende opvattingen die wij huldigden over moraal, geloof, individu en maatschappij. En die wij luidkeels propageerden. De grote Duitse denker Nietzsche heeft het al gezegd. Ik zal je wat voorlezen. Nietzsche, die is gek geworden aan het eind van zijn leven. Hier. Vlucht, mijn vriend, in je eenzaamheid. Om te ontkomen aan de steken van giftige vliegen. Vlucht daarheen waar ruige, zuivere lucht is. Vlucht in je eenzaamheid. Je leeft te dicht op de kleingeestige en benepenen. En vlucht voor hun onzichtbare wraak. Nou, volgens mij zeggen jullie maar wat over dat alleen zijn. Komen jullie nooit eens een knappe vrouw tegen? Wij zoeken onze bevrediging wel in de muziek, Albertien. Ik zal het je nog sterker vertellen. Vrouwen zijn de dood voor de vriendschap. Die kerels weten niet waar ze het over hebben. Geef toch, heer, vragen wij ons de vrede weer. Jezus, wat was dat? Een eerste klas Mauser-pistool. Eien. Een koopje. Karel, zeg dat hij weg moet gaan met dat ding. Eien, wat moet je toch met het moordtuig? Dat is bij Eien wel een goede handen, hè? De Old Shatterhand van het Hoge Noorden. Hij schoot laatst godverdomme nog iemand de lucifersdoos van de kop, man. Wat moet die kosten? 3 gouden tientjes. Ik wil hem wel hebben, ja. Proficiat. De heren, denk eens ook een slokje. Du bist die Welt für mich. Ich lebe nur für dich. Eien. Op de koop. Drank moet je nooit gebruiken, Dirk. Een vriend, een guter vriend. Dan ben ik de man van zijn stuk. En als je dronken bent, word je niks van de wereld gewaar. Zelfs mijn vrienden hebben nooit goed begrepen hoe ik zonder moeite kon omgaan met volk dat niet al te goed bekend stond. Maar ik voor mij legde toen de handelwijze van deze lieden uit als verzet tegen een maatschappij van onderdrukkers. Zo voelde ik me vaak meer thuis bij dit zogenaamde uitvaagsel dan bij de brave, aangepaste burger. De beide handen heb ik het verdiend. Gestolen heet dat, Botter. Gestolen. Komt je visite? Zo, mooie meneer. Hé, hey, Wiekstra. Alles goed? Met mij wel, ja. Aal, breng eens een beetje jenever, hè? Niks geen jenever. Ik ben koffie aan het zetten. Koffie krijg je. Koffie. Ben je er een beetje uitkomen, Wiekstra? Ja, je hebt er interessante dingen bij, Hendrik. Oh, nee. Niet zo hard lopen hier, jongen. Denk om de... Is er hier wat flatters bij? Het is anders van een beroemde componist, Hendrik. Camille Saint-Saëns. Het is een Fransman. Daar heb ik laatst iets over gelezen in het Mysterie des Doods. Het was in de Frans-Duitse oorlog. En die Saint-Saëns was aan het front. En ze hadden goed gegeten, paardenvlees en paardenbloemen. Maar plotseling hoort hij in zijn hoofd een hele droevige melodie. En hij was zo bang dat hij er ziek van werd. En het geheimzinnige is dat op hetzelfde moment zijn beste vriend is gesneuveld. Kijk, dat is nou een voorbeeld van telepathie. Nou weer wat vrolijks. Altijd hetzelfde met je lamlul. Zuipen en kotsen.
Liefst in de bedstee ook nog. Ik heb wel eens gehoord dat jij niet aan de vrouwen doet. Oh ja? Je bent anders best een knappe man, hoor. Domme. Ben je er vies van? Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Oh ja? Ja. Dingen waar jij geen weet van hebt. Oh nee? Wat dan? Lezen. Muziek maken. Zonde. Hé? Ik zeg zonde. Je hebt toch wel wat tussen je benen? Ik dacht dat ik hier voor de muziek was gekomen. Niet voor jouw gehore praatjes. Ik mag toch wel wat vragen? Ja hoor. Het is mij te lastig. Lastig? Ja, vrouwen zijn lastig. Lastig en ingewikkeld. Hoezo ingewikkeld? Voordat je ergens bij bent. En al die bandjes en strikjes. Dat is een hele tijd geleden, zeg. Dat jij wat hebt gehad. Ja. Dat is tegenwoordig heel wat anders. Kijk maar. Dat is elastiek. Kan je zo afstropen. Dat is makkelijk. Dat is mooi, hè? Ga je weg? Wiekstra, jij bent mijn vriend. Kom nog maar eens langs. Hey, Wiekstra, waar ga je naartoe? Wanneer kom je terug? Een mooie avond. Platen, muziek, zingen. Nou kan ik niet meer, hoor. Nou wil ik eerst even zitten. En dan kom je helemaal te laat. Kom ervan als je wilt lopen. Ik had je zo met de motor kunnen brengen. Pas toch niet om de dag te scheren met de motorfiets te gaan. Oh ja, waar staat het dan geschreven in de Bijbel? Jij zult geen motor rijden. Nou, spotten is het makkelijkste. Maar jij komt ook aan de beurt, jongen. Ik spot niet. Ik zeg de waarheid. Die kerk van jou houdt de mensen dom en onwetend. Wat de kerk van de mensen eiste, beschouwde ik als tegennatuurlijk en verderfelijk. Zo was ik lid geworden van de vrijdenkersvereniging De Dageraad te Amsterdam. En eens richtte ik een brief aan de kerkenraad waarin ik schreef dat ik mij als dooplid liet schrappen. Omdat ik niet wenste te behoren tot hun gemeenschap van huichelaars en slaven. Dit veroorzaakte natuurlijk veel opschudding. Tot verdriet van mijn moeder vond ik het bovendien mijn vurige plicht om bij voortduring het geloof en de kerkelijke gebruiken te bespotten. De beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap des bloeds van Jezus Christus. Ga maar weer om. Drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En hij nam de drinkbeker en zeide: deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij zult drinken. Great!
Hé, kan het niet wat minder? Nou, kom, Butter. Maak het nou niet moeilijker dan de les. Wat moeten ze van je, Hendrik? Zo doe je er altijd eens naar. Wiksna, jij kende. Jij bent bij me thuis geweest. Ze kunnen me niks maken. Helemaal niks. Kom op, kijk. Laat nou los. Hij is een vriend van me. Ja, dat weten we allemaal. En nou loop je door. Helemaal koud. Mooi vak hebben jullie. En wie zorgt ervoor, mijn arme vrouw? Het is pakwerk, Wiekstra. Je vader had het niet beter kunnen doen. Het is mooi als je van alles kan. Je moet toch wat voor de winter? Ja, het voor de krappe tijden. Wilt anders nog wat met de muziek? Ja. Hoor je nog wel spelen hiernaast? Is nou over? Het is anders wel wat niet met Hendrik. Ja, die zit anderhalf jaar. Zeker, schapen vracht een hele partij wapens. En ik heb hem nog gewaarschuwd. Ik zeg tegen hem, Hendrik, jongen, als je je pakken, dan ga je er voor anderhalf jaar achter. Maar ja, het is natuurlijk ook zo, ons soort mensen, daar letten ze het meest op voor de politie. Maar die witte boeren daar, die zien ze niet. Ze moesten eens met een poot van een ander afblijven. Ja, zo is het. Heb je de motor verkocht? Kan je niet iets voor mijn kinderen een paar klompen maken? Jawel. Waarom ben je nooit meer gekomen? Nee, dat doe ik niet. Hendrik is weg. Hoe zei dat? Mensen hebben gauw wat te zeggen. Ik dacht dat jij niks van de mensen aantrok. Is ook zo. Ja dan. Ik zie wel. Om tot mezelf te komen trok ik me dikwijls terug in de natuur. Ik schreef er mijn gedachten neer en las er boeken over het leven van grote denkers en beroemde componisten. Maar ook over occultisme, telepathie, yoga en verborgen krachten. En ook toen, die dag na Aaltjes uitnodiging, probeerde ik door diep na te denken enig licht te vinden in de duistere dolen van mijn gemoed. Maar tussen theorie en praktijk ligt een diepe kloof. Wat me zat van je mee dat je bent gekomen. Weet dat als je heel veel later moet gespreken bent mijn kind. Dat je dan twee trouwen. Het is anders niet makkelijk een vrouw alleen. Niet voor goed. Aan de andere kant had ik van die mooie manier meer last dan lust. Sjouk, haal eens een hoek van Klaas achter. En ga naar bed. Hendrikje, waar zit je nou toch? Ah, ik wil niet praten. Ik wil niet praten. Ik wil niet praten. Hendrikje, kom hier. Hendrikje. Hendrikje, kom hier. Neem de fiets mee. Vind je me mooi? Of vind je me een oud wijf? Vind je geen oud wijf? Nou, ga dan toch weg, slapen. Ik moet ook altijd weg als je kerels in huis hebt. Wat wijf. Ga je nooit eens bij Hendrik op bezoek? Als ik naar comedie spelen.
doodvallen, Maggie. Bedoel je dat je je niet met hem verbonden voelt? Verbonden? Hoe bedoel je? Nou. Ik mag leiden dat ze hem voor eeuwig houden. Mooie plaat, vind je niet? Het is geweldig zoals die professor Losser uit Zutphen op de chromatische harmonica speelt. Dat heb ik mij ook een doel gesteld in mijn leven. Kijk, bij hem hoor je dat muziek voorkomt uit een diepe bron in de mens. En dat je in die diepte moet durven duiken. Om daarna weer daaruit terug te komen en te komen tot een grotere harmonie. Kijk, muziek is ontzettend... Ik moet er vandoor. Waarom ga je weg? Laat me niet alleen. Ik ben bang alleen 's nachts lopen kerels. Sluipen rond het huis. Moeder is niet goed. Blijf bij me. Ja, was nodig, zeg. We hebben zo'n dorst. Ga weg, jongen. Weg. Ga weg. Nou, schiet op, ga naar bed. Hé, hey, toe nou. Jongen, waar was je? Moest je harmonica spelen? Ik had het weer aardig benauwd vanavond. Mijn benen doen ook zo zeer. Hoe is het nou met je? Ach. Je broer is ook nog langs geweest. Hij zei dat ik maar bij hem moest komen wonen. Goed, begint hij weer. Ach, het is een aardige, vrome jongen. Maar ik heb gezegd dat ik liever hier blijf in mijn eigen huisje. Ik zei dat we het samen nog best redden zo. Hè? Is er wat? Je bent zo stil. Kijk. Het gaat om volledige concentratie en beheersing. Weet je dat er in het oosten
yoga-meesters zijn die het uren kunnen volhouden. Die kerels zijn daar niet goed bij hun hoofd. Nee, het gaat erom dat je hiermee je gedachtenkracht kunt vergroten. En het uiteindelijke doel is dat je geest triomfeert over het lichaam. Boekenwijsheid. Hé? Nee? Volgens mij gaat het niet goed met jou. Met Jan Hut kon ik niet spreken over wat mij was overkomen. Waarom denk je het dat? Was alsof ik verraad had gepleegd aan onze vriendschap. Deed mijn wil wanhopige pogingen om opnieuw het overwicht te krijgen over dat te lang gekooide beest, dat als een demon in mij tekeer ging. Maar is het niet zo dat als wij het kwade willen voorkomen, het ons juist met magische kracht aantrekt? Ik had harmonica laten staan. Hendrikje, ga nou naar school. Breng de kinderen naar school. Wat sta je er nou? Doe toch zelf. Schiet nou maar op. Er is nog tijd, zat. Is helemaal geen tijd. Wel waar. Ga nou even bij Van der Woude langs. Ik heb suiker nodig. Ze doet het wel. Ze geeft me niks meer op de pot. Je probeert het maar. Ja. Zeg maar dat ik van de week langs kom. Ja. Ik moet naar huis toe. Thank you.
geweest op de hele wereld. Zeker een week lang bleef ik bij haar. 2, 3, soms wel 4 maal op een dag waren wij met elkaar bezig. Ze had me goed te pakken. Hoe moest dit verder gaan? Ja, er blijft veel liggen, hè, Wikstra? Als de man van huis is. Dat heb je goed gezien, mevrouw Boon. Hoe is het met je moeder anders? Zeg het maar. Hoe lang laat je moeder nog alleen zitten? Ze had al lang dood kunnen zijn. Dat was toch mooi jouw schuld geweest, jongen? Ik dacht dat je zoveel moeder gaf. Al die gemooie geleerde praatjes, hè? Alles weten. Ketsing! En met de geboden des heren met voeten treden. En dan die vrouw, hè? Daar spreekt het hele dorp schande van. Hoger leven noemt hij dat. Weet je hoe ik het noem? Ik noem het Sodom en Gomorra. En dat is dan je eigen broer. Niemand hoeft mij te vertellen wat ik moet doen. En zeker jij niet. Kerkrat. Wil je toch nog naar huis? Vind je dit nou mooie muziek? Ja, dat is mooie muziek. Muziek is eigenlijk het mooiste wat er bestaat. Kan je soms zo meeslepen dat het net lijkt alsof je in een andere wereld bent. Hendrik heeft mij bijna ook eens een keer naar een andere wereld geholpen. Hier, was ik 17. Zwanger van het tweede. Mes in mijn rug. Was hij weer jaloers, die zaaplap. We zijn allemaal beschadigd, oudje. Konden we maar alles achterlaten. Van derf.
paaltje. Ik heb zulke paaltje. Zou die meter op! Ik wist niet dat je me vol was, man. Ik steek je nog eens dood. Waren dat kennissen? Hè? Of dat kennissen waren? Ken ze niet. Vuilakken. Kom nou. Een vrouw alleen. Dan durven ze, die vuilakken. Alsof ik dit leven heb gewild met al die ellende. Je kerel in de gevangenis en je blijft mooi zitten met 6 kinderen die niet tevreden hebben. Word je nog nagewezen ook? Hij is weer om mij. Zit. Geert, jij, zit. Denk wel eens. Laat de kinderen alle 6 een keer achter op de stoep. Bij de burgemeester of bij het armbestuur. Kunnen ze zelf eens zien wat het is om te moeten rondkomen van 6,5 gulden broodpon in de week? Blijf zitten of ik scheer je kou. Misschien moet ik maar weer eens wat klompen gaan maken. Met Jan Hut erop uit. Kunnen we weer wat muziek maken? Je wilt toch niet weg? Jezus Christus, ga weg! Na 14 dagen en nachten werd het mij te veel. En hoewel ik medelijden had met haar droeve toestand, wat betreft haar armoede, haar kinderen en haar man, wist ik dat ik mij in een zaak had gewikkeld die nooit goed kon komen. Ik nam mij voor altijd weg te blijven. Hoe komt dat nou toch, jongen? Dat jij je nog eens af zou geven met zo iemand. Als je broer het niet met zijn eigen ogen had gezien, had ik het niet geloofd. Je gelooft toch in voortekens? De hond heeft vannacht liggen huilen. Ergens buiten. Wel een uur lang. Dan zal er wel iemand doodgaan. Zal ik dan wel zijn? Ik ben oud en ziek. Nou, ga slapen. Daar heb je het weer. Jan zal ook wel raar hebben opgekeken toen hij het allemaal hoorde. Ja. Er is toch maar niks mooier dan een goede kameraad. Alles komt goed, moeder.
Dijkstra. Wat zie ik? Ik kom voor Eijen. Is hij thuis? Wat doe je hier? Eijen is er niet. Ga maar weer weg. Eijen. Eijen, ben je daar? Je moet terugkomen. Ik had het zonder je. Ik weet dat dat wijf dat bij je is. Ik hang me op. Als je niet terugkomt. Om je de waarheid te zeggen, snapte ik al niet dat je bij die vrouw van botten moest. Mijn vrouw kan ze niet eens lezen. Ik ga er niet meer naartoe. Prachtig, prachtig. Ik zou zeggen, de stemming zit er al aardig in. En daarom beginnen we nou met een polka. Een van onze beide speelmannen voorstellen. De heren Hut en Wiekstra. Ja, ja, applaus. En jonge dames, neemt u in acht. Want de beide heren zijn nog vrijgezel. Vrijgezel? Overspel. En bruidspaar gaat ons voor in deze dans. Wat speelt hij mooi, hè? Ja, volgens mij is hij liever wat anders in zijn vinger. Ja, moeder van zes kinderen. Nou, moeder. Hoerenloeder! Hé, hey, wat is er? Ik ga weg. Mis! Wat nou? Heren, hebben de heren hem nou al om? Kom, 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 man, hè. Hé, hey, het kost je hier gauw een tientje, man. Kom op, muziek!
Wat heeft dit te betekenen? Als jij niet goed voor moeder kunt zorgen, dan doen wij dat wel. Lezen, 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 hè? Het woord naaste liefde komt zeker in je boeken niet voor. Zo, jongen, je hebt het rijk alleen. Als men alles vooraf wist, zou men wensen nooit geboren te zijn. Tenminste, ik niet. Verdriet en wraakgevoelens mengden zich dooreen in mijn gemoed, dat wel leek op een woedende vulkaan. Niets scheen mijn lot te kunnen keren. Maar ik nam een besluit. Nog eenmaal zou ik aan een ieder tonen dat ik hun afwijzing en wraak zou kunnen trotseren. En dat ik mij ver verheven voelde boven hun lage en benepen moraal. Dat je er bent, ik lag nog te slapen. Wat is er? Kleed je aan. Je gaat met me mee. Waar naartoe? Naar mijn huis. Ik wil dat je mijn huishoudster wordt. Mijn kinderen dan? Bestuur. Dat zij maar voor de kinderen moeten zorgen. Nou, kom op. Pak je spullen. Je mag weer gezien worden. Verder nog iets, Wiekstra? Ja. Heb je niet een aardigheidje voor mijn huishoudster? Huishoudster, zeg je. Dat zou ik zo niet weten, Wiekstra, eerlijk gezegd. Ik denk dat je ervoor ergens anders moet wezen. Oh ja? En wat is dat dan? Flinters.
Geef maar op. 52,5 cent. Mijn heren, het was me een waar genoegen. Tot ziens maar weer. Ruitjesmaker. Ze moeten ze naakt de straat opschoppen. Net als destijds in Niebert. Ze zult nog aan merken. Kinderen, geen lawaai. Lijkt wel een rijke mevrouw. Denk je aan? Is dat het enige waar jij aan denkt? Wat is er? Ze zijn geweest. Van het armbestuur? Nee, de politie. De politie is geweest. Wat moesten ze? Ze zeiden dat ze terug moest komen. Wanneer kom je weer thuis? Komt allemaal goed, Hendrikje. Armbestuur komt. Dan gaan jullie naar mooi te huis. Daar hebben jullie het beter dan bij mij. Ik kom morgen nog wel even langs. Of anders overmorgen. God, wat een mooi plan. Wat een goede brief moet dat geweest zijn. In plaats van het armbestuur komt de politie. Waarom heb je me eigenlijk hier naartoe gehaald? Ik dacht dat je me uit de ellende wilde halen. Dat je wat om me gaf. Al een paar dagen ben ik hier en nog niet één keer heb je me aangeraakt. Het lijkt verdomme wel of ik een besmettelijke ziekte heb. Geef mij dan maar een kerel, dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Als je zo blijft, dan ga ik nog liever terug. Zo, Wikstra. Laat op, jongen. Ik zou iets willen vragen.
Houdt zich hierop in een zekere Alida Botter Tuinman. Ja, hoe kan je het zo raaien? Mooi. Ah, vrouw Botter. Ik heb iets voor u. Dagvaarding. Kijk eens aan. Een brief van de koningin. Ik wist niet dat jij bij de over de vloer kwam. Nee, flauwekul, Wikstra. Het is een brief van het gerechtshof in Groningen. Oh, belangrijk. Ja. Is dat goed? Ze willen je naar Groningen hebben. Je moet voorkomen omdat je je kinderen achtergelaten hebt. Ik ga niet. Je hoort het. Ze gaat niet. Dat zou wel eens hele vervelende gevolgen hebben, Wikstra. Oh ja? Ja. Breng die brief maar naar het armbestuur. Die hebben de kinderen in de steek gelaten. Ik niet. Heb je het gehoord? Postbode. Postbode, hè? Postbode! Jij denkt dat je alles kunt permitteren. Maar het staat de mensen niet aan wat hier plaatsvindt. Je weet best wat er 2 jaar geleden in Niemert is gebeurd. Maar we kunnen je overal voorwezen, Wikstra. Dus ik waarschuw je. Het zijn allemaal scheidlaarzen. De eerste de beste die op mij afkomt, schiet ik eraf. Je kunt altijd nog naar huis terug. Hier, ik heb nog wat voor je. Voor mij gekocht. Komt allemaal goed, heus. Mooi. Zelfs een dier laat zijn jongen niet in de steek. Als u niet teruggaat, dan bent u nog minder dan een beest. Waarom betaalt de gemeente dan geen geld? Wat doet die dan? De plaats van de moeder is bij de kinderen. Het is de natuur en daar kun je geen geweld aan doen. Blijf hier. Als jullie zijn gekomen om dat te beledigen, kun je meteen op sodemieteren. Mijn huis uit! En je hebt het gehoord. Ze blijft hier. Dat is niet je bedoeling haar te beledigen. Nog één keer.
Wikstra, laat haar gaan. Want dit loopt niet goed af. Wikstra? Jezus Christus, wat krijgen we nou zeg? Samenkomst. Kon je het niet alleen af? Doe meneer, wil je nog even spreken onder vier ogen? Wij wachten wel even buiten. Het gaat over je moeder. Ze gaat hard achteruit. Zij wou dat ik met je ging praten. Ze weet natuurlijk van deze toestand. Maar ik heb haar gerustgesteld. Ik heb gezegd dat ze verder niks hoeft te denken en dat je huishoudster is. Ze weet wel beter. Wij leven als man en vrouw. En nou is het spreekuur afgelopen. Opgesodemieterd! Het huis der bozen zal verwoest worden. Wat gaan ze nou doen? Oh ja. Jan Hut is nog langs geweest. De harmonica spelen. Of je zondag komt op zijn verjaardag. In het kosthuis. Ga je er naartoe? Je moet me hier niet meer alleen laten. Maar op sommige dagen van ons leven wordt van ons verwacht, zonder de hoogmoed van de fariseer, ons woord te richten tot hen die dreigen te glijden uit de liefdevolle handen. De doorboorde handen van hem die voor ons door het diepste dal is gegaan. Het dal des doods. Dit woord wil niet tot ondergang wijzen, maar tot redding zijn. Maar het huis der bozen zal verwoest worden. Hey, Eien. Eien. Goeie. Wat een verrassing. Lang niet gezien. Nee. Neem de fiets. Jan, jong. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel, jong. Dat je nog heel lang getuige van geweest. Dat hoop ik ook. Hier, ik heb wat voor je. Het raadsel van de dood. Dat heb je me nou toch laten lezen? Ik heb wat ervoor ingeschreven. Voor Jan. Het leven van een mens is zo vreemd en ingewikkeld. En wordt door zulke geheimzinnige motieven geleid. Zodat men tenslotte genoodzaakt wordt in zichzelf het grootste raadsel te zien. Winter 1929. Je vriend aan je werkster. Je mag wel gaan zitten. Nou, ik dacht ik neem daar Monica maar eens mee. Dan kunnen we straks nog wat zingen. Hè? Zo is dat. Zo is dat. Je mag je jas wel uitdoen. Hoe oud ben je nou geworden, Jan? Wil je koffie? 30. Ja, hij is al aardig op de helft. Dat is nog een heel leven voor je. Ze hebben een dag of wat geleden mijn hond opgehangen. Dat heb ik gehoord, ja. Ik vind dat schandalig. Moest jij niet voorkomen, Aaltje? Ze wilden er naar Groningen hebben, ja. Ik ga niet. Denk je dat ze haar er kunnen houden, Jan? Ja, ik weet niet, jong. Je weet hoe ze zijn, die heren van de openbare macht. Ja, zeker. Hanteren de moraal van de heersende burgerlijke klasse. Maar ons soort mensen trekt toch altijd aan het kortste eind. Maar is het niet beter dat ze eerst naar haar kinderen teruggaat? Hè? Dan kun je altijd nog zien. Ik wil niet meer bij Eien weg. Wat dacht je van een stukje muziek, Jan? Kom op. Pak jij, Monica. Albertien, schenk eens wat in. Zo, wat krijgen we nou? Ben je weer aan de drank? Ja, vanavond wel.
Wil jij al naar bed? Dat is lang geleden dat jij een borreltje hebt gedronken. Ja, als jongen van 14 dronk ik al je never. Er werd niks anders gezopen op de bouw. En ik werd er vrolijk van. Maar later toen ik te veel dronk niet meer. Pijn in mijn rug, kon niet meer slapen. En ik werd bang. Bang? Ja. Jij? Ja. Waarvan dan? Van alles en nog wat. Ik hoorde geluiden. Ik zag dingen s'nachts. Wat dan? Wat dan? Spoken. Spoken? Zelfs een keer naar een zenuwarts in Groningen geweest. Was ik een jaar of 19. Die man heeft me als medicijn heeft hij me 2 boeken gegeven. 1 over de wil en 1 over het seksuele leven van een jonge man voor het huwelijk. Ik weet nog wel. Jaren geleden was ik aan het voegen. Ik was toen al opgehouden met drinken. En iedereen was al naar huis. Toen ben ik naar boven gegaan. En op de nok van het dak ben ik op mijn handen gaan staan. Ik had toen het gevoel alsof ik in mijn eentje de hele wereld optilde. Van de koeren. Ik was eigenlijk vandaag vrij. Ik wilde naar Drachten naar mijn verloofde. Zo gebeurt. Waarom moesten we eigenlijk met z'n vieren? Dat heb ik me ook afgevraagd. Nou ja, we hebben opdracht van de burgemeester. Dat hebben we een gevaarlijk persoon te doen. Dat wij nu maar rustig blijven. Ik ken die jongen al 20 jaar, er is niks aan de hand. Chef veldwachter van de koren met arrestatiebevel van vrouw Botter. Kom op, wakker worden. Zeg me dat ik al weg ben. Je hoeft niemand binnen te laten. Nee, geef eens antwoord. Nou, even wachten, even aankleden. Opschieten. We moeten de bus van 8 uur naar Groningen halen. Hé, luister nou. Thank you.
ga niet mee. Ik wil bij jou blijven. Zal ik met je meegaan? Nee. Nee. Ze houden me daar. Ik ga eens even achterom kijken. Misschien is daar wat open. Dat zou ik me niet op rekenen. Waar is werkman nu? Ik ga wel even kijken. Doe toch wel even, hè? Breng je wapen in gereedheid. Het zijn er drie, godverdomme. Als je me laat gaan, dan zie je me nooit meer. Eieren. Vooruit laten gaan. We zijn hier een opdracht van de burgemeester. Wacht even! Maak die deur open, dan ben je van alles af. Val dood! Met je burgemeester erbij! Want ik ga niet! Ik ga niet! Hou maar op met je gekrijs, aaltje botter. Trek je broek maar aan, het is toch afgelopen. Je kunt geen kant op. Ik ga niet! Ga korter met hem aan. Nou is het genoeg geweest, hè, je vriend. Maak je deur open. Kom naar buiten of er wordt geweld gemaakt. Wat ik hoor, we trappen de deur in. In naam naar wet. Wij gaan over tot geweld. Thank you.
Misschien staat het er raar voor. Thank you.